Hi, goedemorgen. Wat leuk dat je meekijkt. Ik heb even een paar dagjes geen Pantoon gedaan. Ik was heel eventjes met andere dingen bezig. En vandaag ga ik weer aan de slag met de Scientology van Tangles. En dat is een reeks Tangles die nu opgedeeld zijn in categorieën. En we zijn nu in de beginnerscategorie, zijn we bezig. En vandaag gaan we tipple doen en quipple, want die zijn aan elkaar gerelateerd. Nou, en ik ga vandaag ook met een andere pen werken. Met de zilverpen van Sakura. En dat is een snelle, snel drogende permanent marker, zou je kunnen zeggen. En met een hele mooie kleur. En dit is grijs. Dus ik dacht van, hey, ik vind het wel leuk om dan met grijs te gaan werken. Dus de pen touch. En we gaan zoals gebruikelijk gaan wij de vier cornerpunten doen. En ik vind het nu wel leuk. Zo. En dan schrijf ik hier tippel. En zo. En die vallen in de categorie beginner. En zijn uiteraard van Zentangle. Zo. Nou, de tippel. Iedereen die Zentangle kent, die kent deze superleuke tangle. Dat zijn eigenlijk gewoon orbs, rondjes. En die liggen tegen elkaar aan. Gebruik ik heel vaak om ruimtes op te vullen. En de tussenliggende ruimte, die vul je dan op. En wat ik wel leuk vind om dan gelijk eigenlijk ook te doen, is quipple. En quipple is dan eigenlijk, nou je zou kunnen zeggen de kaderversie van de tippel, want dat zijn orbs die in een lijn achter elkaar verschillende groottes, verschillende kanten op tegen elkaar aan liggen. Waarmee je natuurlijk ontzettend veel leuke vormen kunt maken. Nou, je ziet eigenlijk al een beetje iets ontstaan vanzelf. Zo. Een soort ketting met
Nou, wat we dan nog gaan doen is de tussenstukjes. De tussenstukjes inkleuren. Zodat het echt een geheel wordt. En wat ik vooral heel erg fijn vind bij deze, is dat je kan gewoon gedachteloos. Ik heb wel eens een tile gemaakt met alleen maar rondjes maken. En dat is gewoon echt super chill. En ik vind de kleur van deze ook. Van deze pen vind ik ook heel mooi. Is wat een mooie shine. Super leuk voor kerstkaarten ook. Hij vloeit niet super, maar dat heeft eigenlijk meer te maken met de kaart waar ik nu op teken. Nou, ik vind hem eigenlijk wel af zo. Nou, dit is dan dag 15 alweer. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt, dus laat eens een berichtje achter in de comments. En ik ben benieuwd of jullie de zilveren pen ook wel eens gebruiken. Nou, dan wens ik je nog een fijne dag.